Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Onbewolkt boven Nederland, maar boven de Britse eilanden en het westen van Frankrijk ligt wel bewolking klaar en die schuift heel voorzichtig onze kant op. Vanochtend merken we daar nog niets van, dan is het zon en loopt het kwik snel op naar een graad of 14. Vanmiddag komt er wat temperatuur betreft nog wel wat bij, dan wordt het maximaal 21 of 22 graden in het binnenland en langs de kust is het dan wat minder zacht. In het westen zien we wel de bewolking toenemen, aan het eind van de middag kan er ook wat lichte regen uitvallen. En die zon met wolken en lichte neerslag trekt in de avond langzaam oostwaarts om te Tegelijkertijd minder actief te worden. In de loop van de nacht wordt het weer droog, hebben we wat nevel of zelfs een mistbank. En morgen starten we hier en daar grijs. In de loop van de dag breekt de zon weer flink door, wordt het 16 graden in het noordwesten van het land, de Wadden misschien iets lager, en in het zuidoosten nog altijd 20 plus. Voor de woensdag staan op meer plaatsen weer 20 plus op het programma. We hebben dan te maken met een zwakke, tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Donderdag zeer zacht weer, vrijdag hetzelfde verhaal. En we doen dat met geregelde zon en neerslag is voorlopig niet aan de orde. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.